Esteban Casagolde, proficiat met het verlengen van uw contract. Dat men u Casagol noemt bij OHL. Is dat het mooiste compliment van de supporters dat je kunt krijgen? Ja, ik denk dat het een mooi compliment is. Ik heb een goede relatie met de supporters. En ik ben blij, heel blij voor het tekenen een nieuwe contract met deze club. Het is een goede club met een goede supporter, een goede installatie en een goede ploeg. Ik ben heel blij. Supporters weten niet goed. Sommigen zeggen het is een Belg, sommigen zeggen het is een Spanjaard. Sommigen zeggen, oh, hij heeft Uruguayaanse roots. Ja. Hoe zit dat juist? Ja, mijn moeder is van Uruguay, een echte Uruguayaans. Mijn vader is Catalaan, van Barcelona. Maar ik ben geboren in België. Zo, ik ben drie paspoort, zo ik ben drie nationaliteit. Van de twee seizoenen dat u hier bent, is dit het beste seizoen. 21 keer gestart, 11 doelpunten zelf. Tevreden? Ja, het was een goede seizoen voor mij. Maar ik denk is also the same voor de club, de team. En de ploeg was beter deze jaar. En de resultaat was beter. En ik denk ik heb goede presteerd. Maar nu, ja, voor mij is het past. En nu we moeten spelen nu en volgende jaar spelen een betere competitie en met de eerste plaats in de hoofd. U hebt in België voor Dendre gespeeld, ja. U hebt ook voor Union gespeeld, maar ook voor Motherwell. Ja. Hoe was dat avontuur in het buitenland? Ja, het was heel leuk. Het was een goede club ook. Veel familiaal en was très proche naar Glasgow. Het was een goede avontuur en was een goede club ook. Ik heb u als scout zien spelen bij Dender en bij Union en bovenaan mijn opmerkingen stond, die man kan een doelpunt maken. Ja, ik denk ik kan scoren goals. Dat is mijn job. Dus, ik denk ik doe alles voor scoren en ook voor de ploeg. Ik ben een speler, ik ben niet egoïst. Ik ben, ik ben hier voor score goals, maar ook voor helpen de team. U hebt gescoord tegen elke ploeg uit de reeks. Maar ook uw invalbeurten waren zeer enthousiast. Vindt u dat belangrijk, een goede mentaliteit hebben binnen de groep? Ja, dat is belangrijk, ik denk. In de groep, we zijn een ploeg met 25 spelers. Ik denk allemaal hebt de plaats in de groep. De starting players en ook de bench. Ik denk, nu is één speler en vandaag, morgen is een andere speler. Zo, we zien nu in deze moment Kostowski speelt heel goed en ik ben heel blij voor hem. En was mijn twee maanden geleden was ik. En dat is goed. We zijn een goede ploeg en met veel goede gasten. En dat is heel belangrijk. U bent 31, een nieuw contract. Een grote motivatie om volgend seizoen voor die titel te gaan? Ja, ik denk dat is de ambitie van de club. De club doet alles voor ons. We zien de veld, de stadion, de supporters. En de president doet allemaal voor deze. En we hebben, ik denk, een goede ploeg voor deze. En we willen alles geven voor de eerste plaats. Ja. Dat is de ambitie. Ik heb ook gezien en opgemerkt dat u veel doelpunten in één tijd maakt. Had u een idool of hebt u een idool dat u zegt van
dat is een spits en dat wil ik ook kunnen. Ja, mijn speler is Cavani. Ik denk dat is de stereotype van mijn speel. Is ja, mijn idool. Ik scoor veel goals, maar de werk in de ploeg, ik werk veel. En ik ben een similar type, ja, minder, maar ja, is mijn idool en ik scoor veel goals in één tijd ook. En ja, ik denk deze jaar ik heb gescoord alles mijn goal in één tijd. Dat is juist. Ja.